In deze les maken we de bolle eend. Waarom heet dat een bolle eend? Wel, omdat het een bolle eend is. En we gebruiken ook een bolle ronde ballon daarvoor. Ik heb in dit geval een gele ballon gebruikt, maar je mag er even goed een zwarte ballon voor gebruiken. Dan heb je zo'n Daffy Duck effect. Of een witte ballon om een witte eend of een gans te maken. Ik ga het deze keer doen met een ronde 11 inch ballon. Of is het 12 inch? Het is 12 inch ballon. En we blazen hem eerst volledig op en daarna laten we er lucht uit, zodat het zo groot is als je hoofd ongeveer, om hem wat zacht te hebben, want we gaan er toch wel wat draaien aan maken. Hè. Dus je blaast hem helemaal op en je laat de lucht eruit, tot als hij ongeveer een hoofd groot is. En dan maak je er een knoop in, maar je maakt de knoop niet hier tegen het bolle stukje van de ballon, maar zo dicht mogelijk bij de nozzel. Oké? Dan gaan we straks de lucht gaan we terug een beetje in die nozzel duwen. Dus hebben we dit met een teutje erop. Oké? Dan gaan we de ballon samen knijpen zodat de lucht mooi verdeeld zit tot aan de knoop. En dat geef je dan aan een kindje. Kijk, dit is het eende ei. Je houdt dat vast. Of je steekt dat onder je arm, of je doet daar weet ik veel mee, gaat een balans op je neus. En dan nemen we de oranje ballon. We zijn nu in de gevorderde cursus. Ik ga nu niet meer spreken over de veiligheidsvoorwaarden van ballonnen opblazen en zo. Je weet dat je eigenlijk een pomp moet gebruiken, maar nu op snelheidsredenen. En omdat ik er zin in heb, ga ik ze gewoon opblazen. Oké. Het is trouwens geen schande, ik herhaal het nog eens, als je een ballon niet kunt opblazen, de meeste ballonnenpluisjes kunnen een ballon niet opblazen, maar ja, ik kan dat nu, dus ik doe dat. Dus we blazen de ballon op tot we ongeveer 4 vingers staart over hebben. Knoopje erin. En ik doe de lucht helemaal aan het knoopje. En we beginnen met de pootjes. Pootjes is heel gemakkelijk, dat is gewoon 10 vingers ongeveer. Ik ga het anders doen. We maken een lusje van 4 vingers. Je draait en je steekt de knoop door de lus. Dan kan je niet meer losdraaien. Een pinch twist. Een kleine pinch twist. 2 vingers. En nog een loopje van 4 vingers. Pak je dit. Dat worden de pootjes. De rest van de ballon gaan we gebruiken voor de bek. Hopla, eraf. Dat stukje steekt onder uw arm, geef dat kindje om vast te houden. En de rest van de ballon knopen we terug dicht. En hiermee maken we de bek. We maken weer een klein loopje. In dit geval ongeveer 3 vingers. Maar dan hangt af van hoe groot de ballon nog is. Hè. Voilà. Nog een loopje van 3 vingers. En met de rest van de ballon, ik pak hier het teutje. En ik maak dat mee de grote loop en dat teutje draai ik in alle richtingen rond die... het teutje is lang genoeg. Het teutje draai ik in alle richtingen rond die twee eerste loopjes. Dan kan dat achteraf niet meer loskomen, of het moet al heel raar doen. Dan druk maar eens door en zo. Voilà. Dan hebben we de bek. De bek gaan we een beetje shapen door die omhoog te krullen. Dat is een echte eendenbek. Nu terug naar onze ronde ballon. En het stukje waar je zo, dat is het einde van het dipproces dat je kunt zien, waar zo dat tepeltje zit. Daar gaan we een klein bolletje draaien. Het gemakkelijkste om bij een grote ballon, bij een ronde ballon een bolletje te draaien is, die ballon tegen je lichaam houden. Goed drukken, dat de lucht niet terug kan naar ginder. En dan pak je een stukje wat je wil draaien en je geeft dat een draai aan. In het begin is dat even moeilijk. Ik heb er ook veel moeite mee gehad. Soms lukt dat van de eerste keer, soms niet. Maar in elk geval een klein bolletje. Dat is de staart van het eendje. Pak de pootjes, leg die er parallel naast en we draaien maar. Hè. Zo. De pinchjes van de pootjes, die draaien we zo dwars. Dus niet in die richting, maar in die richting tussen de pootjes. Dan staan de pootjes mooi plat en dan hebben we het staartje achteraan. En nu gaan we de kop maken van het eendje. Daarvoor gaan we het stuk waar vroeger dat stukje nog over was van de knoop
daar een twist in geven. Dus pak de ballon vast, je knijpt, je draait. Niet bang zijn, de ronde Sempertex ballonnen zijn van dezelfde kwaliteit als de lange ballonnen, dus die gaan niet zomaar kloffen. Draai maar, je pakt de bek. En dat stukje van de bek gaan we hier ronddraaien. Gemakkelijk is gewoon, pak de bek parallel met de eend. Zo, en we draaien weer. Voilà. Dan zorg je dat de voeten en de bek in dezelfde richting wijzen, uiteraard dat staartje naar achter staat. En er zijn verschillende manieren om die eend af te werken. Als het snel moet gaan, dat heb ik de Sharpie gedaan. Voilà, als het snel moet gaan, teken je gewoon oogjes, wenkbrauwen en een lijntje voor de bek. Dat is nu geen mooi lijntje, omdat het echt snel moet gaan. En ik teken bij mijn eentje altijd een naveltje. Dan is uw eentje af. Als je dat vergelijkt met dit eentje, er iets waar afwerking in zit. Dit eentje is even af als dat eentje, als de mensen dat tweede eentje nog niet gezien hebben natuurlijk. Dus dat is al leuk om af te geven, maar we gaan een stapje verder. We gaan dat verder afwerken. En dat is heel dikwijls zo als je ballonnen maakt voor lijnwerk. Lijnwerk bedoelen we dat mensen staan aan te schuiven. Als je ballonnen maakt voor lijnwerk, dan zijn er altijd dikwijls toch verschillende momenten waarop je kunt stoppen. Zeggen van kijk, nu teken ik oogjes en het is af en klaar. Als je wat meer tijd hebt, kunnen daar wat meer detail in steken. Neem een witte 5-inch ballon om oogjes te maken, in dit geval. Want we hebben tijd. Laat je ongeveer half op, totdat je zo een bolletje hebt van 4 vingers. Knoop erin. En dan gaan we die splitsen. Ik weet niet wat ik het al eerder uitgelegd heb, maar ik ga het voor alle zekerheid nog eens uitleggen. Je pakt het ballonnetje met de knoop naar boven tussen je handen. Op deze manier. Je knijpt alles plat. En je draait. En op het moment dat je ongeveer half gedraaid hebt, kun je zien of uw ballonnetje mooi in twee is. Ja, ben ik aan het uitleggen, nu gaat het niet goed. Maar kijk, wacht, ik ga... voilà. Die twee, dat is niet mooi in twee, dus ik draai een klein beetje terug en dan knijp... Dus, hè, dit zie je. Ik ga een klein beetje terugdraaien en dan knijp ik de lucht van deze naar die, zonder dat ik een twist verlies. Hopelijk. Ja, voilà. Dus ik knijp en dan een beetje aanpassen. Nou, nu zijn ze even groot ongeveer. Hè. Je pakt de knoop en de nozzle, die draai je er een paar keer rond. En dat stukje, dat gaan we nu gebruiken om de ogen op de eend vast te maken. Trek nu even niks aan van die ogen. Wenkbrauwen teken ik sowieso altijd op dat stuk. Dus, en dit gaat voor die andere ogen zitten. Je houdt dat naast de eendenkop. Pak de knoop, doe die naar achter. En je draait die rond een van de kleine loepjes. Voilà. Dan hebben we dit. Oké. En dan werken we uiteraard ook nog af met de Sharpie. Voilà. Ah ja, ik heb hem al een navel gegeven. Ziezo. Dus dat is een andere manier waarop je de eend kunt afwerken. Als je nog verder wilt gaan, dan kun je vragen, wil je een jongens eend of een meisjes eend? Als ze een meisjes eend willen, dan geef je ze een roze hoedje. Als ze een jongens eend willen en mijn blauwe ballon is gevallen, dan geef je ze een blauw hoedje. Ik heb al een meisjes eend, dus ga ik nu een jongens eend maken. Hè. En dan ga ik een blauw hoedje maken. Blaas de ballon maar een heel eind op. De lengte is nu niet zo van belang. Hij maakt 3 loepjes. In dit geval maak ik loepjes van 4 vingers. Voilà. Drie loepjes van 4 vingers. En de rest van de ballon, als het te lang is, dan doe ik nog wel een stuk af. Maar de rest van de ballon pak je die uit. Je draait die zo eens rond de loepjes. En klaar is Clara. Wat je nog kunt doen om het hoedje iets mooier te maken, is de ballon toch nog iets verder opblazen en hier bijvoorbeeld een bird body op te zetten. Dan kan ook bird body, je weet wat dat is, en dan heb je nog een ander hoedje. Je pakt het hoedje dat je gemaakt hebt en de knoop. Je draait de knoop rond een van die
die pinch twist en van die loepjes excuseer. Laat bij mij een loepje weg, maar dat maakt niet uit. Pinches weet niet wat er gaat komen. Voilà. En dan heb je in dit geval een eentje met een Napoleon-achtig hoedje. Anders was het een hoedje zoals dit. Maar kijk, voilà. We hebben een eentje gemaakt. Gefeliciteerd. Ik hoop dat je dat gebruikt. Dat is heel plezant. Dat maakt direct indruk. Dat is groot. Mensen zijn niet gewoon van een ballonplooier te zien twisten aan ronde ballonnen, dus dat maakt wel een klein beetje uniek. Gebruik dat, dat is super leuk, het gaat super snel en het maakt indruk, hè. Oké, tot de volgende.